zeiden dat het geen kwaad kon. We konden toch niet weten dat het zo zou aflopen? Nou ja, moeder zei altijd, begin er niet aan. Dan loopt het slecht met je af. Had ik maar naar haar geluisterd. Het was een zaterdagavond. Een vriend van mij, die had iets geregeld. Geen wiet. Nee, dat was voor softies. Dat zei hij. Nee, dit keer had hij ecstasy geregeld. Ja, ik twijfelde. Hij zei, je moet het gewoon een keer geprobeerd hebben. We hadden haar nooit met hem mee moeten laten gaan. Dat was allemaal nooit gebeurd. Dan hadden we het kunnen stoppen. Maar we waren weer te egoïstisch. Misschien is dit het lot. Misschien was dit een waarschuwing. Natuurlijk had het beter niet kunnen gebeuren, maar de boodschap is wel aangekomen. Als het zo gemakkelijk bij ons gebeurt, hoe zit het dan bij anderen? De populariteit van ecstasy bij jongeren is groot. Het is de meest gebruikte harddrugs in discotheken en op houseparties. 35% van de jongeren gebruikt ecstasypillen in discotheken. Op houseparties kan het oplopen tot bijna 70%. Ecstasy is een synthetische stof die in de natuur niet voorkomt. Het is lichamelijk niet verslavend, maar geestelijke afhankelijkheid kan wel optreden. Het werkt niet. Zijn we niet opgelicht? Je moet er niet op wachten. Hoe kan je nou ergens niet op wachten als je erop aan het wachten bent? Dat is zo makkelijk gezegd. Gewoon niet aan denken. Eva is echt zo dom. Ze is nu al weg met die ene gast. Ze kent hem niet eens. Ik ben echt boos op haar. Wow, je spieren zijn helemaal samengetrokken. Het begint. Bij jou ook. Oké. Okay. Dat is zo raar. Maar het is wel leuk. Het is wel leuk. Zullen we de rest gaan zoeken? Nee. Het is zo raar. Het is echt zo raar. Wat is hier nou weer aan de hand? Chirpy. Het is echt raar. Het is gewoon zo raar dat het raar is. Het is al ingewerkt, dus laten we de rest maar gaan zoeken. Eva. Ja, ik heb haar zo gemist. Ik hou van haar. Wat wil jij nou weer? Net zei dat je haar haatte. Laat haar nou gewoon, ze is aan het trippen. Dat is toch geen excuus? Laat haar nou gewoon, we zijn hem aan het trippen. Ja, hier. 50 milligram wordt als dodelijk beschouwd. De dood treedt meestal door te hoog opgelopen lichaamstemperatuur, waardoor het centrale zenuwstelsel uitvalt. Is.
echt niks. En nu? Shit. Ze zal toch niet dood zijn, hè? Nee, dat kan niet. Ze kan niet dood zijn, toch? Ja, doe iets dan. Bel 112 of zo. Ja, ik vind wat je doet. Ik bel. Ja, een ambulance. Er ligt hier iemand op. Wie is het? Eva! Eva wordt wakker! Eva! Pillen met BMA komen steeds vaker voor in Europa. De pillen worden verkocht als ecstasy. BMA is zowel een pepmiddel als een tripmiddel. De chemicaliën voor BMA zijn veel goedkoper en makkelijker verkrijgbaar dan de chemicaliën die worden gebruikt voor ecstasy. Aan de buitenkant is niet te zien wat voor ingrediënten erin zitten. Dit maakt het gebruik van ecstasy erg riskant. Zullen ons Eva niet teruggeven, maar ze getuigen ervan. Ze getuigen ervan dat wij het niet pikken. Wij leggen ons niet bij de duisternis neer. Waarom moest ik nou zo stoer doen? Voor wie moest ik me bewijzen? Waarom moest ik die stomme pilletjes slikken? Ik wilde alleen niet op pas. Ik kon toch niet bedenken dat ik daar naar dood zou gaan? Zij konden me redden, maar zij hielden me niet tegen. Ze lieten me gewoon doodgaan. Het is allemaal hun schuld. Horen jullie me? Het is jullie schuld. Denken dat ze alleen maar huilen uit zelfmedelijden. Zelfs mijn eigen zus liet me de dood inlopen. Zussen zouden elkaar toch horen te beschermen? Nee hoor, die zit zij te janken. Te janken om iets wat ze zelf heeft aangericht. Ik heb mijn zus vermoord. Mijn eigen zus. Ik heb niks gedaan. Ik stond daar maar. Ik had haar moeten tegenhouden. Ik had moeten bedenken dat het nooit goed zou kunnen gaan. En nu is het te laat. We hadden haar moeten stoppen. Stoppen. Het is hun schuld. Maar ik heb haar ervan overtuigd om het te doen. Het is net zo goed mijn schuld. Kon ik het maar terugdraaien. Maar nu ligt ze daar. Nooit meer een lach op haar gezicht als ik weer eens een dom grapje maak.
Nooit meer samen romantische films kijken als mijn hart weer voor de zoveelste keer wordt gebroken. Nooit meer iemand om te bouwen in moeilijke tijden. Want ze is er niet meer. Mijn zus. Ik heb mijn zus vermoord. Mijn eigen zus. Gaat het al wat beter met je? Ja, ik was gewoon zo bang dat wij en de anderen. Heb je dat gehoord? Ze heeft Stijn nog op wacht. Echt? Mooi. Ik hoop ze kunnen voor eeuwig opsluiten. Hij is nog steeds niet bekend. Komt nog wel. En Erik? Hij heeft op maandagochtend zelf aangegeven. Zijn moeder bracht hem naar niet. Partij Billen, die jij in bezit had? Pink. Zijn stem totaal fout was. Dat is de reden waarom de meesten geen last hadden. Het waren maar een paar Billen die je... Hij wordt wel veroordeeld van Billen. Hoe lang kan hij krijgen? Volgens mijn vader maar een paar maanden. Maar hij krijgt ook hulp van een psychiater. Zij is zo stom geweest. Schuldig.